In welke behoefte voorziet Autisme TV? Steeds meer mensen ontdekken Autisme TV. Ze kijken via onze eigen website, via YouTube, via Facebook of LinkedIn. Om beter aan te sluiten bij de behoeften deed Autisme TV een onderzoek onder 300 kijkers. Wie kijkt dan nou naar autisme TV? 30% is cliënt, 30% is betrokkenen, zoals ouders, en 30% is professional. Een evenwichtige verdeling dus onder drie belangrijke kijkersgroepen. Het merendeel van de kijker is vrouw, 80%. En de grootste groep kijkers zit in de leeftijdsgroep van 31 tot 50 jaar, namelijk 51%. Autisme TV zendt eentje per maand een live programma uit via de website. En 50% van de ondervraagden kijkt daar regelmatig naar. Omdat het programma live is, kunnen kijkers ook chatten en meepraten. En 80% vindt dat erg waardevol. Kijkers waarderen de live programma's gemiddeld met een 7,5%. Autisme TV heeft ook een eigen kanaal op YouTube. Daar staan alle video's die Autisme TV ooit heeft uitgezonden. En dat zijn er inmiddels meer dan 100. Het aantal views op YouTube is inmiddels gestegen naar meer dan 350.000. In 2017 verwachten we het half miljoen te halen. Steeds meer kijkers abonneren zich op dit kanaal, alhoewel 60% aangeeft dat ze niet weten hoe dat moet. Dat gaan we dus beter uitleggen. Dan is er nog een Facebookpagina. Daarop worden regelmatig berichten en video's geplaatst. Ruim 4500 mensen volgen deze pagina inmiddels. Waar kijken mensen het liefst naar? Op basis van die vraag ontstond deze programma top 5. Op nummer 1 portretten van andere mensen met autisme. Op nummer 2 wetenschap, het toelichten van ontwikkelingen. Op nummer 3 colleges waarin zaken worden uitgelegd. Op nummer 4 dagelijks leven, vaardigheden laten zien. En op vijf animaties, waarin eenvoudig begrippen worden uitgelegd. Een belangrijke vraag is of deze programma's en video's ook van betekenis zijn. Begrijpen mensen beter wat autisme is? Dit zijn de scores. Alle kijkersgroepen geven duidelijk aan dat het inzicht in autisme is vergroot. Professionals geven daarnaast ook aan dat ze niet alleen zelf kijken, maar ook cliënten en betrokkenen wijzen op de video's over autisme. 55% gebruikt autisme TV voor psychoeducatie. Programma's over autisme bekijken geeft ook steun, zo blijkt. 68% van de kijkersgroep familie en betrokkenen geeft dat aan. Ten slotte geven kijkers met autisme aan dat het kanaal een positieve invloed heeft op haar of zijn leven. 68% ervaart dat op die manier. Dit zijn mooie cijfers voor autisme TV en daar zijn we blij mee. We zijn dus van betekenis voor veel mensen en we gaan proberen nog beter aan te sluiten bij de behoeften. Daarnaast hebben kijkers heel veel goede ideeën aangereikt. Bedankt daarvoor, we gaan er actief mee aan de slag.